Een goedemorgen, hier is Jacqueline Peek van Farming Biz. Hopelijk heb je deze live opnieuw gevonden. Er ging iets mis met de geplande Facebook Live. Dat kan altijd gebeuren. Maar hopelijk zie je een nieuwe melding binnenkomen op deze pagina en kom je er alsnog bij. Mijn naam is Jacqueline Peek van Farming Biz. En ik wil je graag laten genieten van het Nederlandse platteland. En daarom geef ik boerinnen meer zichtbaarheid, onder andere met de maandelijkse serie Boerin Vertelt, de laatste vrijdag van de maand. En vandaag hebben wij, zoals je in de aankondiging ook ziet, Marielle. En ik breng haar bij deze ook uiteraard in beeld. Eén moment, graag. Het kan zijn dat je wat wind hoort. Goedemorgen! Op YouTube is het helaas niet gelukt, maar ik ga na de uitzending gelijk daarin uploaden. Het zij zo en ik plaats de linkjes erbij. Maar goed dat jij erbij bent. Dank je laat wel. Even weten. Ja. Laat even weten in de opmerkingen. Heb je een paard? Zet ja in de chat. En als je wil mag je er ook bij zetten van nou ik heb een paard of ik rij op een paard of ik verzorg of ik heb een manege. Ik vind het leuk om te weten. Dus laat het ons weten. En stel je voor, of Marielle stelt zichzelf voor, uit Groningen vandaag. Ja, ik zit inderdaad in Groningen. Ik ben Marielle Renkens, holistisch instructeur voor mens en paard. Daarbij ben ik ook kinder- en jongerencoach. En wij hebben hier een paddock paradise en die gaan we vandaag laten zien. En alles wat erbij komt kijken in de basis voor een paard. Want er zijn 37% meer paardeneigenaren bijgekomen vorig jaar. En dat is natuurlijk een heel groot aantal. En die hebben natuurlijk een bepaalde basis nodig. En die ga ik vandaag met jullie delen. Kijk aan. En misschien even goed om te vertellen. Wat is jouw missie? Wat is jouw waarom? Ja, onze missie van Stichting Natuurlijk Kind en Paard is 68.000 ongelukken die er per jaar zijn met paarden, dit zijn de geregistreerde ongelukken in de Nederlandse ziekenhuizen, reduceren met, ja, we hopen natuurlijk 10.000 per jaar. Dus vandaar dat wij een programma zijn gestart voor maneges, zorgboerderijen, maar ook voor de paardeneigenaar die recreatie doet met paard, om te zorgen dat er geen ongelukken voorkomen. En daar is een klein beetje kennis voor nodig. En dat, daar kan jij goed bij helpen. En ik begreep dat jij eerder ook een ongeluk hebt gehad met een paard, waardoor je dit aangezet hebt. Ja, klopt. Toen ik 25 was, ik heb jarenlang gehandbald op hoog niveau. In de start van het Nederlands elftal ben ik gaan paardrijden op mijn 25ste. Omdat ik gewoon een hobby wilde hebben die iets heel anders was dan dat ik altijd gewend was. Nou, tijdens die uitvoer van een manegeles ben ik lelijk te val gekomen. In de Telegraaf laatst in een artikel hadden ze geschreven, bijna doodervaring. Dat was het ook echt. Ik kwam tijdens het galopperen, vielen we samen onderuit. Ben ik onder het paard terechtgekomen en moesten ze me uitgraven. En vandaar dat mijn missie ook nu is het reduceren van ongelukken. Omdat ik toen nog niet zoveel kennis had als nu. En met de kennis die ik nu heb, wil ik graag mensen laten weten dat het zo makkelijk is om dit te voorkomen. Want het had helemaal niet gehoeven. Tja. En je hebt dus thuis in Frieslo, in Groningen, een paddock paradise. Ik laat hem even een brede foto in beeld zien. Ik zal hem zelf even uit beeld halen, anders kan je het te weinig zien. Hopelijk verstaan jullie mij nog wel steeds. Mooie Ah, dat is goed. Ja, dit is even een foto, hè, van jullie paddock paradise. Ja, klopt. In de breedte te zien. En we kunnen ook even starten met de video. Dat is misschien wel leuk, hè? Die heb je gelukkig bij mooi weer van de week opgenomen. Ja, klopt. Met het zonnetje. Dat is nu even heel anders. Dan zet ik jouw geluid ook, of jouw beeld ook even uit. En dan kunnen we de video op groot scherm gaan bekijken. Geniet ervan. Even kijken. Dit is onze plek waar de paarden altijd eten in de winter.
Luid is wat zacht. Wil je er zelf gelijk bij praten? Lekker smikkelen. Er wordt al gesproken. En als we dan naar links. Ja, alleen ik denk dat dat niet te verstaan is. Dus ik zet daar het geluid uit, dan mag je het zelf nu aangeven. Oké. Zie je het beeld? Net zagen we de paarden en die stonden lekker te eten. We kijken nu naar de. Dit is onze loswerkbak. Dit is onze loswerkbak. En de loswerkbak is 30 bij 15, waar de paarden heerlijk getraind kunnen worden. Die kunnen we ook opsplitsen. En van daaruit dat we er twee loswerkbakken van kunnen maken. Maar ook een rijbak voor in de winter, want hij is altijd mooi droog. En in de zomer hebben we namelijk op het grasveld een mooie ruimte. Dit is onze stal. Hi Terry, wat leuk dat je kijkt. Ja. Paarden met blessures. En leuk dat je het verstaat. Dat is ook heel belangrijk. Dus ik denk dat ik mijn mond hou en even het filmpje laat lopen. Want anders hebben we twee geluidsstukjes. Ja, daar heb ik het geluid van uitgezet. Dus jij kan gewoon praten, Marielle. Oké, sorry. Dan begrijp ik het nu. Dit is achter de stal. En achter de stal, daar is het weiland ook. En daar is ook nog een voerplek die je zo zal zien. En daar staat ook een paard lekker te eten. Zo hebben paarden op verschillende plekken. Waar Camilo nu aan het eten is. Ja, oh, waar is ze? Ik zie de mesthoop. Marielle moet weer even twee banen die naast haar inlog erbij pakken. Ze is even weggevallen, maar ik laat de video nog even verder zien. Van het terrein nog een brug maken. Hier is dus een brede ruimte om buiten te lopen en om dat weiland heen te bewegen. Dat is eigenlijk nog steeds een groot weiland waar we afgelopen jaar bijna straks weer binnen af hebben gehaald. En het rechter gedeelte, daar neem ik je nu in mee. Dat is namelijk de paddock. Dus de paarden kunnen hier vrij rondlopen. Blijven in de zomer. Nou, zoals je ziet ben ik een klein beetje opgeschoven. Je ziet ook de ingang van het zomerverblijf van de Paddock Paradise. En aan de linkerkant hebben we nog een stuk van ruim 6000 vierkante meter waar de paarden ook in het winterverblijf kunnen staan en liggen. Dat is ook zandgrond waar ze ook kunnen spelen, waar ze zich in de winter gewoon heel erg vermaken en natuurlijk op het verharden, zoals je nu ook ziet. Nou ja, en hier is dan ook te zien hoe we een groot weiland nog in het midden van de Paddock Paradise hebben gemaakt. Zodat als de paarden te veel gegeten hebben, dat ze dan ook op een weiland kunnen staan. Ze kunnen daar ook omheen lopen. Want hier aan de linkerkant zie je dan een grote baan. En dan daarnaast ook weer een groot weiland. Zodat we ook stukken in gedeeltes kunnen geven dat ze zich niet direct overeten. Dus dat ze elke keer een ander stuk weiland kunnen opeten zonder dat ze daar ziek van worden. Dat is natuurlijk hetgeen waar we bij paarden echt rekening mee moeten houden. Dat we ze niet te veel. Kijk, daar zijn we weer. Marielle komt zometeen weer terug in beeld. Ze heeft zich net al even kort voorgesteld. Als je hier net bij komt, laat even weten of je zelf een paard hebt. En wat ze nog niet verteld heeft, is dat ze ook een boek geschreven heeft. En dat is Jij en je paard. En dat boek staat ook op haar website, Stichting Natuurlijk Kind en Paard. Dat zullen we straks ook hieronder nog gaan plaatsen. Om ook te leren van hoe je beter met je paard kan omgaan. En dat is bij ieder paard verschillend, net als dat ook bij personen verschilt. Ik zie dat Marielle moeite heeft om er weer in te komen. Dan ga ik even iets anders laten zien. En dat is alvast een webinar wat zij aanstaande zondag organiseert. En dat gaat ook over het verzorgen van je paard, veilig omgaan met je paard. En daarvoor kun je ook nog inschrijven op haar website. Oh, even een berichtje.
totdat ze er weer in kan komen. Dus ik ben even benieuwd waar vandaan kijk jij op dit moment. Ik zit in Brabant en Marielle is in Groningen. En ook leuk even om te weten waar jij vandaan komt. En we hebben Marielle weer. Hi. Hi. Digitaal is altijd leuk als je een stroomstoring hebt. Oh, kijk aan. Ik heb nu wel even een boek laten zien wat jij ook geschreven hebt. Wat naderhand inderdaad ook hieronder even een linkje is wat daarin staat en wat je daarmee mee kan. Teddy en Petra, super bedankt dat jullie weer even aangaven dat het geluid van de video toch wel doorliep. Hier hoorde ik dat niet. En Petra kijkt mee en die komt uit provincie Utrecht. Helemaal goed. En Terry zei eerder al, had ik maar vader. Ja, dat kan de wens blijven. Maar al enorm dat je net zei dat nu al 37% meer paarden gehouden worden dan het jaar daarvoor. Dat is echt een enorme stijging. Nou, laat ik even een foto zien die jij mij van tevoren had gestuurd. Over mindful of mindful? Ja, het heeft heel erg te maken als je met paarden werkt of met dieren in het algemeen. Als jij in je hoofd zit en jij wil verbinding maken met dat dier om het uit te laten of om ermee te gaan werken of om ermee te gaan trainen. Als jij dan nog aan je boodschappenlijstje denkt, ja, dan komt natuurlijk de verbinding niet tot stand met je dier. En als jij zorgt dat je in de aandacht bent bij je dier, om daar dan een wandeling mee te maken, laten we het gewoon wat algehele trekken dan alleen maar paarden, en dan zal je merken dat het paard of de hond of de kat veel meer aandacht heeft voor jou. Dus dat je al veel minder grote hulpen of een correctie aan de lijn hoeft te doen bij je dier. En dat is eigenlijk waar het allemaal begint. Dus vandaar dat ik jou dit plaatje had laten zien en wil ik ook graag delen vandaag. Zodat we daar eigenlijk bewuster van worden. Hoe kunnen we dat stukje al aan onze dieren bieden? Zonder dat zeg maar al te veel gedoe oplevert. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Als jij een boodschappenlijstje hebt in je hoofd, zorg dan dat je je daarvan bewust bent. Want ik weet niet hoe het met jou zit, Jacqueline. Als je druk bent en je wil even je boodschappen doen, vooral nu in deze rare coronatijd. Je moet aan zoveel extra dingen denken. Aan je mondkapje, aan je handen die je wast, aan het karretje die je schoonmaakt voordat je de winkel ingaat. En dan ook nog de spullen die je nodig hebt om die allemaal bij elkaar te verzamelen. Zonder dat je te veel bij mensen in aanraking komt. Dat geeft al best wel veel stress. Nou, als je met die stress al naar je dier toe gaat, dan denkt dat dier als eerste instantie, nou, je hoeft nog niet zo dicht bij mij te komen, ondanks dat je hond misschien heel enthousiast reageert. In tweede instantie zal hij toch even denken, ja, maar ik ben er ook. Dus het handigste is dan om te beginnen, even ademhalen. Een momentje van rust toepassen. Dat is al de basis eigenlijk, om in vertrouwen, in verbinding met je paard te komen, om mogelijk ook inderdaad gekke bokkensprongen of onrust te voorkomen dan eigenlijk, hè? Ja, klopt, want wat ik net aangaf aan de hond die wel jou enthousiast begroet, werkt dat voor een paard heel anders, omdat dat een prooidier is. Dus als jij dan gelijk in het verblijf hier dan bij de paarden, maar als jij naar de stal toe gaat van je paard en jij zit nog met de stress van de boodschappen bijvoorbeeld in je hoofd en je gaat dan de box in van het paard, dan kan je je al een beetje voorstellen wat voor energie dat is. En het paard gewoon in zijn normale habitat staat en jou op die manier voor het eerst die dag ziet. Dat geeft natuurlijk al gelijk een heel ander beeld. Ja. Zie je, Teddy, ik noem het liever mindlessness. Precies. Minder in aan je hoofd.
Dus dat is al het eerste stukje wat ik altijd tegen de mensen zeg die hier bij ons op de Paddock Paradise staan. Zorg dat je je zorgen voor het poortje laat. Dus voordat je bij de paarden komt, even rustig ademhalen. En ga dan het poortje door en zorg dat je je gedachten hebt bij jouw paard, waar je naartoe wil lopen. Dus laat dat ook zien. Ja. En ik heb hier een volgende met de houding van de paard. Met ja. Allemaal pijlen erop. Wat, ja, die verschillende leren. Invloed trainingen hebben op een paard. Je ziet drie rode paarden en één groen paard. Ja. En als wij het paard zonder training gaan belasten, dan zie je wat er gebeurt in het paardenlichaam. Dat zijn de drie bovenste paarden. Dus de spieren kunnen niet optimaal gebruikt worden. De bindweefsel, wat de spieren hun flexibiliteit ook geeft, die wordt te strak. En het paard kan geen gebruik maken van zijn hele fysica. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want daardoor krijg je ook spierschade en lichamelijke schades in het skelet van het paard. Ze krijgen zenuwpijnen en daarom is het zo belangrijk. We willen het paard heel graag berijden. Maar we zullen het paard eerst sterk genoeg moeten maken. Net als een bodybuilder die zijn spieren sterk maakt om een gewicht te kunnen tillen. Zijn eigen gewicht te kunnen tillen. Moeten wij ook eerst het paard trainen voordat we het paard gaan berijden. Dus naast het contact die je goed opbouwt, is het stukje training van een paard heel erg belangrijk. Dus dat is inderdaad de training berijder paard. Of op een manege heb je natuurlijk verschillende berijders op één paard. Werkt het net als bij honden dat die één baas hebben? Of is dat bij paarden weer heel anders inderdaad? Ja, nou het gaat, gaat het er eigenlijk om dat de manegehouder eigenlijk voordat het paard bereden wordt door zijn klanten getraind zou moeten worden. Net als die bodybuilder die zijn gewicht wil tillen. Dus het paard zal eerst sterk gemaakt moeten worden in de spieren voordat hij eigenlijk een berijder op zijn rug kan hebben. Wij kunnen het paard berijden omdat er heel weinig speling zit in het skelet van het paard en zijn ruggenwervel vooral. Maar dat geeft ook aan de andere kant heel veel klachten aan paarden als we ze niet goed trainen en de spierzetting van de paarden niet sterk genoeg maken voordat we ze gaan berijden. Dus als we het paard niet eerst opbouwen in een training op de grond naast het paard, zodat wij leren hoe we met het paard om moeten gaan en van daaruit het paard gaan trainen op het paard, dan kan het paard ook jouw gewicht extra, want het blijft een extra ballast, dragen. Want het paard loopt vanuit nature altijd op zijn voorbenen. Net als koeien. Het gewicht van een paard en een koe zit meer op de voorbenen dan op de achterbenen. Maar de kracht van de spieren zit op de achterbenen. Dus er moet meer buiging in de knie komen van het paard, zodat hij jou makkelijker kan tillen. En dat moet het paard aanleren. Ja. Dus het is zowel het opbouwen van de kracht, net als dat je naar de sportschool gaat om dat wekelijks te onderhouden, zeg maar. En daarnaast begin ook elke keer met een warming-up door eerst naast het paard te lopen. Voordat je er überhaupt op kan, zeg maar. Cooling down, hebben ze dat ook? Absoluut, je moet het paard ook altijd uitstappen. Altijd zorgen dat de hartslag lager is. Als dat het paard gedraafd of gegaloppeerd hebt of heeft. Dat is net zoals bij ons en dat is heel erg belangrijk. Want zet je je paard met te hoge hartslag en nog te veel actie in het lijf op stal, dan kan hij zelfs de maandagochtendziekte krijgen. En dan is je paard zo stijf dat hij niet meer kan bewegen. En dat zie je soms ook wel gebeuren. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen maar een uurtje paardrijden op een manege. Ja, ja, wat je ook een mooi voorbeeld over het de fiets pakken of een paard pakken. De fiets ja, heeft geen waarde. Een stukje mindfulness, ja, waar we net naartoe gingen. Ja, dat een paard blijft een levend wezen met een ziel, net als je hond en je kat en je andere dieren die je bij je hebt. Het is geen fiets die je pakt van de stal, je zadelt hem op en je loopt ermee weg. Nee, het is echt een dier waar je connectie mee maakt, waar je een samenwerkingsverband aangaat. Het is eigenlijk je danspartner. En als je hem op die manier ook gaat zien,
dan zal je merken dat de verbinding al heel anders wordt. Ja. En het groene paard onderin, is dat zoals het moet zijn, zeg maar? Als het paard mooi beweegt, dan zie je ook dat er veel meer ontspanning in het paardenlichaam zit. Dat die krachtig genoeg is om jou te kunnen dragen. En dat is ook een goede basis om natuurlijk eigenlijk samen te gaan dansen. En dan wordt het ook pas echt leuk. Ja, nee, kijk, inderdaad. Als jullie vragen hebben, als jullie live meekijken, stel ze, dan kan Marielle ze meteen beantwoorden. Zie je dit later terug, zet even hashtag replay. En dan kunnen we ook even zien, als je nog vragen hebt, kan je die altijd alsnog toevoegen. En dan tag even Marielle en mij erin, dan kunnen we er zo snel mogelijk op reageren. Van de deelnemers leden op LinkedIn had al een vraag gesteld. Dat was Merel Slotboom. Ik weet niet of ze er nu bij is, of ze de nieuwe link gevonden heeft. En anders ga ik dat achteraf nog duidelijk attenderen. Ik weet niet of je de vraag nu kan lezen. Ik zou Marielle wel willen vragen hoe zij haar angst heeft overwonnen. Ja, je kan je zij houdt heel veel van de paarden en is altijd voorzichtig. Als paardenmeisje van 6 lag ze een paar keer in de les naast de groene pony, zegt ze hier. Ik zou dit graag overwinnen. Ik ben heel benieuwd naar het gesprek. Wat kan je haar adviseren? Ja, Jacqueline, de vraag van Merel had ik natuurlijk al van je doorgekregen. En ik had hem zelf ook gezien onder je post. Echt een supermooie vraag, Merel. Want je kan je voorstellen, nadat ik natuurlijk zelf gevallen was in die manege en echt onder het paard vandaan geschept moest worden, waar ik heel blij van was, dat het paard in een soort shock was gekomen. Dus die bleef heel rustig liggen met de benen tegen de wand aan. Totdat ik er onderuit was en toen is het paard zelf gaan opstaan. Dus ik heb het paard het nooit kwalijk genomen. En de omstandigheden waarin het bij mij was gebeurd, er waren lange hoeven. De hoefslag waar we inreden en waar we uit moesten om in galop te gaan was 30 centimeter diep. Het paard was niet goed getraind. En ik was nog met veel te veel spanning op het paard aan het galopperen. Dus al die vier factoren hadden echt wel invloed op het ongeluk. Opgestapeld, ja. Ja, dus als jij als kleine meid van 6 jaar natuurlijk op die pony zit en jij wordt eraf gegooid of je bent eraf gevallen, dat heeft natuurlijk te maken met ook meerdere factoren, net als bij mij. Er is nog geen leiderschapssituatie voor het paard en het paard is een prooidier. Dus die wil eigenlijk niks op zijn rug. Dat is zijn uitgangspunt. Nou, dan kan het nog zijn dat het zadel niet goed zat. Dat het paard pijn had in de rug of in het lichaam zelf. Omdat het nog niet getraind was. Wat kan? Mm-hmm. En het leiderschapsstukje, om daar nog op terug te komen, waar ik net als eerste mee begon, Merel. Om daar wat meer uitleg in te geven. Als je het contact maakt, zoals ik net zei, met de boodschappen, dan ben jij er al als jouzelf. En als je gaat paardrijden, is het toch altijd een beetje spannend, omdat je eigenlijk de macht over het stuur en je rem en je gaspedaal, die geef je eigenlijk uit handen. En dan moet je het maar doen met het goede vertrouwen van degene die het paard heeft, dat het allemaal goed gaat. Nou, dat zijn zoveel onzekere factoren, dat doet iets met jouw systeem. Dat geeft spanning, dat geeft angst. En die angst, dat voelt het paard direct omdat het een prooidier is. Omdat jouw hart gaat sneller slaan. En een paard hoort dat veel sneller dan dat wij dat horen. Dus het paard denkt dan, waar is het spannend? En het gaat vluchten. Of het gaat vechten, of het valt flauw. Of het gaat bevriezen. Het paard heeft deze vier uitvalmogelijkheden. En dat is bij jou dus een aantal keer gebeurd. En dat is niet de schuld van het paard. Het is niet de schuld van jouzelf. Maar dat komt dus omdat er een stukje kennis ontbreekt aan hoe je dat had kunnen oplossen. Nou, hoe ik het dus heb opgelost is kennis op gaan doen. Ik ben een hbo-opleiding gaan doen bij Astrid van der Ploeg. Dressuur natuurlijk, die zat destijds in Zuidoost-Beemster. En ik heb daar een 3-jarige holistische instructeursopleiding gevolgd om juist over mijn angst heen te gaan.
omdat ik een dochter had op dat moment van 8 jaar die heel graag met paarden wilde zijn en werken. En ik vond dat een heel goed idee, omdat zij ook hooggevoelig is. Nou, door die combinatie wilde ik toch weer de stap wagen, maar dan met veel meer kennis, zodat ik mijn dochter kon begeleiden en zij niet naar een manege hoeft, waar deze kennis wat minder aanwezig is. En zo help jij dus ook manegehouders, pensionstallen, bereiders, verzorgers, met al jouw kennis, wat jij allemaal in jouw hele grote rugzak meedraagt. En ik begrijp al dat jij heel veel meer hierover kan vertellen. En hoe meer er af kan komen is door bijvoorbeeld met jou in contact te komen van hoe kan je dat, welke kennis mis je nog? En je bent pas natuurlijk ook nog in een televisieuitzending geweest waarin je dochter ook een hele mooie sessie liet zien met iemand die ook als klein meisje vroeger een ongeluk heeft gehad of gevallen was van een paard. En daar via paardencoaching op een hele mooie manier gelijk weer zelfvertrouwen kreeg. Hè? Dat was echt heel mooi om te zien. Ja, dat klopt. En het was niet eens echt paardencoaching. Zo kwam het wel over. Maar eigenlijk is dat wat een holistisch instructeur doet. Of een natural horsemanship instructeur doet. Je moet eerst vertrouwen hebben om naast het paard te kunnen lopen. Voordat je er maar iets mee kan gaan doen. Want het paard moet jou voor 2% meer zien als leider. Zodat het paard ook kan ontspannen in jouw omgeving. Dus het was een hele mooie setting om te laten zien wat als jij bij jezelf bent en jij voelt dat je angstig bent, wat helemaal niet erg is. En ik zeg ook van je angst hoef je niet af te komen als je maar weet hoe je ermee omgaat. En dat is ook waarom het staat van veilig omgaan met paarden. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En uiteraard is het niet alleen het veilig omgaan met paarden, maar ook hoe ga je om met spannende situaties. En dat is eigenlijk de basis van het leven zelf. En die wordt weinig aangeleerd aan ons. Ja, het is puur de technische vaardigheden, zeg maar, die dan de nadruk krijgen. Ja. Absoluut, ja. Van hoe moet je aan een teugel trekken en hoe moet je je benen in de buik porren en hoe krijg je paard in de rondte. Maar dat is een klein facet aan hulpen die eigenlijk pas aan het einde van de rit komt. Ik zeg ook wel eens tegen ouders die dan kinderen bij ons laten lessen. Paardrijden is ook een beetje als met iemand naar bed gaan. En dat klinkt heel raar, maar het gaat wel over die intimiteit en over dat stukje respect. En over hoe ga je om met elkaar in je gevoeligste zijn. Dus jij bent gevoelig en het paard is gevoelig. Ja, hoe kan je die combinatie goed maken zodat je geen grote hulpen nodig hebt, maar al op een gedachte samen op pad gaat. En dat is eigenlijk wat wij ook in maneges en ook bij zorgboerderijen juist meegeven. Het kan zoveel makkelijker als je weet hoe je samen gaat lopen. Als jij bijvoorbeeld nu ook, we maken lekkere wandelingen buiten. En als je dan het geluk hebt om samen met iemand te wandelen, dan voel je al dat daar een dynamiek is tussen twee mensen. En die dynamiek en verbinding missen we vaak bij dieren. Ja. Nou, we kunnen nog uren doorgaan, maar daarom kan je mensen ook individueel helpen. En als je daar meer over wilt weten, je kunt je nog aanmelden voor het webinar met Marielle. Dat staat op haar website. Zet gerust even zo meteen de link eronder. Hier zie je al eventjes hoe het eruit ziet op de website. En succes met het houden, hebben, verzorgen van je paarden en je klanten op een veilige manier. En jezelf in beweging houden en brengen met paarden. Mijn tip is vooral, blijf jezelf, ga ademhalen. Dat is de allereerste kennismaking die een paard nodig heeft. Ja, kijk aan. Je hebt ook nog een handig e-book, wat mensen sowieso als eerste kennismaking, verder kennismaking met jou nog kunnen downloaden. En mocht jij boerinnen kennen die ook een mooi verhaal hebben te vertellen om meer begrip, betrokkenheid en mogelijk business te krijgen voor hun zaak, laat het me weten. Dan zien we haar misschien in de volgende Boerin Verteld op februari 26e. Dankjewel Marielle voor jouw inkijk in jouw bedrijf. En heel graag. Succes met het doen. En bedankt voor de mooie vragen. En ik wilde nog zeggen, meer omdat je zo'n mooie vraag had,
wil ik jou een gesigneerd boek toesturen. Dus als jij DM'tje even je adresgegevens wil sturen, dan stuur ik hem je heel graag op, want ik hoop natuurlijk ook dat jij van je angst afkomt. Kijk aan. Nou, een mooiere afsluiting kan ik niet bedenken. Dank jullie wel. En is deze video waardevol voor anderen? Ken je andere mensen die met paarden werken of plezier hebben? Wijs op deze video, delen en maak contact met Marielle Renkens. Dankjewel. Dankjewel, Jacqueline. Goeiedag nog. Tot ziens.